Welkom Ram bij jouw liefdeslezing. We gaan hiervoor 5 Lenormand kaarten nemen en kijken welke tips of adviezen de Lenormand kaarten hebben op het gebied van de liefde. En de eerste kaart is de levensboom. De levensboom die vraagt om na te gaan of dat alles binnen jullie relatie, dat in evenwicht is. En zodat er een evenwicht is tussen geven en nemen langs beide kanten, zodat jullie ook beide over voldoende energie beschikken om zowel te geven als te ontvangen. En dan heb je een transformatiekaart. Er staat een verandering te gebeuren, waardoor dat jij of jullie als koppel een nieuwe entiteit worden. Hè. Of als persoon word je een nieuwe, heb je die nieuwe inzichten. Of als koppel gaan jullie op een nieuwe of andere manier met elkaar gaan omgaan. En dat kan dan zijn dat dat wel een, ofwel is dat een uitdaging, want veranderingen zijn moeilijk. Hè? Wij zijn gewoontedieren. Hè? En je begrijpt hier die nieuwe inzichten. Hè? Dat is niet het probleem. Maar doordat wij gewoontedieren zijn, vallen wij in ons vertrouwde manier van denken, vallen wij in onze vertrouwde manier van doen. En dan is dat hier die uitdaging om toch met die nieuwe ideeën, met die nieuwe inzichten, met die nieuwe manier van leven, met die nieuwe manier van met elkaar omgaan, om dat in de praktijk om te zetten. Maar jullie zijn beschermd door de beer. Hè. De beer die zorgt ervoor dat jullie relatie beschermd is. En mochten er elementen zijn die een bedreiging daarvoor zijn, de beer herkent die. En de beer die weet jullie daarvoor te beschermen. En hier wordt dan inderdaad bevestigd dat jullie mekaars levenspartners zijn, mekaars zielsverwanten zelfs. Dus ook al heb je hier die transformatie en is dat een uitdaging waar dat je eventjes door moet, toch zijn jullie voor mekaar geboren. Jullie zijn voor mekaar in de wieg gelegd. En jullie zijn ook beschermd naar de buitenwereld toe, wat dat jullie relatie betreft. We gaan er ook nog een elfenkaart bij nemen. Eens kijken welk advies de elfen hebben voor deze situatie. En de tekst die daarbij hoort. Het is alsof er altijd een oor in de lucht meeluistert. Je bent nooit alleen. Het zou eventueel kunnen dat hier die nieuwe inzichten, dat te maken heeft met de ideeën van andere mensen over jullie relatie. En om het nu cru te stellen, de personen die van belang zijn over wat er over jullie relatie wordt gedacht, dat ben jij en je partner. En wat een ander daarover denkt, dat doet er niet toe. Het is hetgeen wat jullie denken. Het is hetgeen dat jullie zien, hoe dat jullie het zien, wat dat jullie belangrijk vinden. En niet wat een ander daarover denkt, die laat zijn mening hebben, hè, maar ligt daar niet van wakker of probeer daar niet van wakker te liggen. Want jullie zijn sowieso beschermd in jullie relatie en jullie zijn elkaar levenspartners. Wat een ander daar ook over denkt. Zo, dit was jouw lezing. Ik wens je nog een prettige dag.